Hoi mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal Corps Real. Vandaag spelen we Clash Royale. Dat spel blijft dus sowieso. Ik ben er nog niet over uit welk spel ik ga kiezen. Maar jongens, laat er vast een like achter. Als jij gewoon wil dat Clash Royale blijft, het blijft ook wel. Maar de support is wat minder dan normaal. Minder in ieder geval op de video's, da dan, uh, op de video's van Pokémon Go. Dus als jij het echt leuk vindt, laat die like achter. Dan zie ik ook weer dat er toch gewoon wat mensen zijn die het leuk vinden. Maar we gaan dus vandaag Clash Royale spelen. Gisteren had ik deze dus ook ingepland. Maar mijn QuickTime doet zo raar. Ik hoop heel erg dat hij nu. Niet gaat uitvallen. Daar bid ik even op. Ik kijk ook af en toe een beetje op mijn computer of hij nog niet uitgevallen is. Ik hoop het zo erg, jongens. En uh, er is een nieuwe update vandaag uitgekomen. Ik ga daar even heel gauw doorheen. Uh, volgens mij staat hier: kijk de balance changes. Jullie kunnen het ook zien. Maar de uh, Royal Giant, Hit Speed Royal Giant genervd. Nice. Daar willen we allemaal natuurlijk. Zepspel ook genervd. Ik weet niet of heel veel mensen dat willen. Het is natuurlijk een overpowerde kaart, dus ik begrijp het enorm. Maar of heel veel mensen dat hadden gewild, weet ik niet. Maar het is terecht, want het was overpowered. Dan, ehm... Um, Prinses, generfd. Area kleiner, waarmee ze schiet. Ice Wizard, generfd. Miner, generfd. Jullie kunnen het ook lezen, ik ga niet steeds alles oplezen. Babydraak, gebufft. Babydraak, beter. Leuk, die gebruik ik nooit. Dus dat vind ik wel chill dat die een beetje beter is geworden. Ehm, um, Dark Prince, beter geworden. Oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, Boder, ook beter hoor. Die is nu 5 elixir. Hij is natuurlijk wel wat stats zijn omlaag gegaan. Maar hij heeft 5 elixir. Dus hij is. Over het algemeen is hij beter geworden en chiller om te gebruiken ook. Um, wat hebben we nog meer? Boletje, boletje, boletje. Lumberjack kan heel snel rennen nu. Dat is wel lachen. Dus hij is ook iets beter geworden. Kan sneller slaan, maar iets minder damage. Um, de lok is beter geworden, alhoewel hij sneller geworden. Beter weet ik niet. dan moet je zelf uh, oordelen. Als jij vindt dat een snellere lok beter is. Ik weet het niet. Soms is het wel handig om hem langzaam te laten gaan. Maar in ieder geval, die is dus sneller geworden. Golem een beetje beter, maar... Het... Valt wel mee. Ik schrok even. Want er kwam zo'n dingetje in beeld. En meestal komt dat in beeld als de opname gestopt is. Maar in ieder geval. Uh, Gonus een beetje beter. Pekka. een Beetje beter. Niet heel veel. Hetzelfde gaat voor de Archer. En de Prins. En wat leek mij nu leuk. Dit is trouwens het nieuwe deck. Daar ik ik gisteren een video over gemaakt. Maar ik denk niet meer dat het gaat werken. Na de update. In ieder geval. Heel veel kaarten zijn generfd in dit deck. Dus mij leek het leuk. Om een deck te maken. En dat ga ik bij dit deck doen. Ik screen alvast even deze. Een deck. Ja, hij viel even uit. Maar mij lijkt het dus leuk om een deck te maken zonder legendaries. Is ook vaker gevraagd. En ik ga gewoon kijken of ik een deck kan maken. Ik ga het gewoon live maken nu. Het kan echt heel slecht deck worden. Het kan een goed deck worden. Ik weet het natuurlijk nog van tevoren nog niet. Maar ik ga even kijken. Ik wil er reuzen in doen. Want je moet een reus deck of een hogweider deck... Sowieso, of een golem deck. Sowieso maken, al wil je geen legendaries. Dan wordt het dus geen minor deck. Wordt het een van die drie. Ik kies voor de reus. Dan doe ik archers er sowieso in. Die vind ik echt chill. En die zijn ook beter geworden na de update. Dus die hou ik er even in. Um, Zep weet ik nog niet. Ik wilde eigenlijk uittesten. Ik hou de Zep er nog eventjes in. Mini Pekka sowieso. Deze wil ik er ook even in doen. Die mogen natuurlijk nog niet. Ik weet niet of ik drie musketiers wil. Ik denk het even niet. Ik haal ze er nu eventjes uit. Ehm. Um, ik denk dat zoiets wel kan werken. Dan wil ik alleen de pomp nog eventjes weg. En ik weet niet wat ik voor die pomp zou willen. Dit. Dit wil ik voor die pomp. Even denken hoor. Hmm, we hebben geen defense. Maar dat maakt niet heel veel uit. In de opname doet het toch mooi. We hebben geen defense, maar dat is op zich geen groot probleem. Uh, even denken. Kan dit deck werken? Dit deck kan zeker werken. Vuurbal weet ik alleen niet zeker. Jawel, 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 jawel. We doen dit. We doen dit deck. Ik heb geen idee. Nog nooit in mijn leven met dit deck gespeeld. 3.3 deck. En misschien wordt het wel een van de betere decks van het spel. Wie weet. We gaan gewoon even kijken. Kopen we nog even deze zilvertjes. Zit niet veel in natuurlijk. En frietjes ook niet. Heb ik nog een verzoek klaar? Nee. Wat zit er in de shop? Hé, hey, mini pekken. Die koop ik even een paar keer. En dan gaan we online. Oh, nog een frietjes. Dan gaan we online. En dan gaan we kijken. Of dit net gemaakte deck werkt. Ik hoop het wel. Het zou echt leuk zijn. We spelen het goede deck. Ja. We gaan het zien jongens. Misschien zit wel... Uh... Next level best legendary deck ever. En we komen tegen een level 11. Dat is een lekker begin. Jammer, dat is wel even jammer. Maar misschien jongens. Geen, uh, geen, uh, geen uh, hoe noem je dat? Weet ik niet. Niet bang zijn. We pakken hem gewoon. Furnace. Oh, ik haat Furnace zo. Weet jullie denk ik al. Ik vind de Furnace de meest verschrikkelijke kaart in het hele spel. Ik wacht eventjes tot die... Oh, Lumberjack. Die vind ik dan wat minder erg. Ik gooi even die Goblin Bell daarop. Ik weet ook niet precies wat ik doe. Ik vind die Lumberjack. ook oh, wacht even. Zep. Lumberjack vind ik niet erg. Ik vind uh, die Furnace echt de meest verschrikkelijke kaart. Hoe heeft hij trouwens uh, uh, mijn Goblin Barrel afgestopt? Dat weet ik nu eventjes niet. Ik heb er niet echt goed op gelet. Ik denk dat ik even die Reus rechts ga doen. Die tankt zeg maar voor die Fire Spirits. Dat er geen Fire Spirits mijn toren aanraken. En dat wil ik natuurlijk ook niet hebben. Dus uh, die Reus gaat daarvoor tanken, hoop ik. En uh, dan gaan we even kijken hoe we hier doorheen komen. We hebben natuurlijk geen Miner. Ik speel altijd met Miner. Miner is mijn kaart. Dus het is even anders nu. Ik ga denk ik even wachten. Ik wil het liefst nu een vuurbal gooien. Maar ik vind het een beetje verspilling. Al gooi ik het alleen op een prinses. Maar ik, ik, ik gooi toch wel. Ik gooi toch gewoon even die vuurbal. Ik heb niet veel anders. Oké, okay, dan doet hij dit. vind ik een aparte keuze. Um, en mijn reus is alweer helemaal dood. Mijn reus is alweer helemaal dood. Daar hebben we niet veel aan gehad. Ik dacht dat mini pack het handigste is. Dan killen we natuurlijk als eerst die Ice Wizard. Waarom? Omdat de Lumberjack natuurlijk uh, ontploft en dan zo'n rage-spel komt. Dus het is handig om eerst de Ice Wizard te killen. En uh, dit is wel even handig van hem weer. Kijken of ik dit kan zap en dan naar zijn toren kan komen. Domme zap. Had ik niet moeten doen. Stuk een halve seconde. Ik heb het nog niet echt gemerkt. Ik ben niet echt aan het opletten aan die, naar die zappen. Ik heb even geen idee. Ik laat even die ice wizard een beetje komen. Nee, ik moet iets doen dus. Ik moet op reageren. Dat is even wat minder. Gooi ik nog even de, deze goblins hierop. En hij heeft dus wel een miner. Wij hebben geen legendary. Dit is een zap waarschijnlijk. Nee, oké. Okay, geen zap. Had ik wel gedaan als ik hem was. Kunnen die archers nog iets doen? Ik denk het niet. Die zijn wel heel weak. Nee, die kunnen niet veel verrichten. En dan moeten we weer achter die feiten aanlopen. We moeten weer... Die vernus gaan stoppen en gaan stoppen en gaan stoppen. Die blijft natuurlijk komen. Die blijft komen. En natuurlijk, dit. is heel irritant. Toen moet ik daarop reageren. En ik had heel graag nu een miner willen droppen. Die kan ik niet droppen. Irritant ook. Waar is de miner? Ik vind het zonder miner spelen wel vervelend. Dit is een mooie vuurbal wel. Alsjeblieft op tijd op tijd, op tijd, op tijd, op tijd. Tijd. Net niet. Oké, okay, net wel bedoel ik. Net wel. Dan gooien we gauw gewoon uh, nog een reus. We gaan gewoon al in met de reuzen. we hebben niks echt lekker achter de reus. Nou, ik had liefst een musketeer, maar die heb ik niet. Uh, een locked zeg maar. Die heb ik. Uh, die heb ik wel unlocked locked. Wat ik nou? Die heb ik niet. Um, een hoog level. Ik gooi trouwens nu even die gobble. Heb ik wel een hoog level? M nee, heb ik niet een hoog level. Dat was het. Ik zat ik heb die heb ik niet een hoog level. Daarom. Um, gebruik ik die nu niet. Maar we komen er heel lekker nu doorheen met dit reuzendek. En we pakken gewoon heel rustig. Heel, op ons gemakkie. Pakken we zijn toren met dubbel reus. Hij heeft nog 10 seconden. Waarschijnlijk komt nu de miner. Had ik al verwacht. Ik ga gelijk al in met die reus. En uh, we gaan dit nog even zappen. Ik heb helemaal niet die zep veel gebruikt. Af en toe een beetje. Maar niet zeg maar dat het uitmaakt dat hij nog maar een halve seconde duurt. En we hebben het eerste potje gewoon lekker gewonnen. Ik ga dit trouwens even in clips doen. Want ik ben bang. Al valt hij nu uit dat uh, alles uitvalt. Dus ik. Uh... Ben zo weer jullie terug. Dat was een lekker potje. Misschien is, jongens, misschien is dit wel het beste non-legendary deck. Ik weet het niet. Wat natuurlijk lekker is aan dit de deck... Je kan dit deck al mee spelen als je in Arena 5 zit. Want dan krijg je Zap. En Zap is van deze kaarten de laatste die je unlockt. En natuurlijk moet je de Goblin Bell hebben als epic. Maar ik denk dat iedereen die wel ondertussen heeft, denk ik. Zeker als je hoger zit. Heb je echt wel de Goblin Bell vrijgespeeld. Het liefst wel level 2, als zit je in Legendary Arena. Zelfs liefst level 3. Zelfs, als zit je in Legendary Arena. Goblin Bell dan. Maar de rest van de kaarten kan je makkelijk gebruiken. Iedereen heeft ze zowat. Dus uh, dat is ook nog eens fijn. Er is ook nog een deck die je kan gebruiken als je wat lager zit. Dus Arena 6. 7. Ook gewoon 5. Moet je wel even snel de zap gaan levelen. Maar in ieder geval, dit is dus de volgende tegenstander. Juan Juan, denk ik. Level 10. Gelukkig niet 11. En we beginnen met de Goblin Barrel. Want ik weet niks anders. Prooi gewoon lekker de Goblin Barrel. Kijk hoe je dit gaat counteren. Prinses gaat er waarschijnlijk bij komen. Ja, dat gaat ze zeker. Oh ja, dat cirkeltje is echt kleiner. Dat valt me nu echt duidelijk op. Ik ga even de mini-pack er achterin. Straks voor die prinses. Ik had liever iets anders willen neerzetten. Maar ik wacht nu eventjes. Uh, wachten. Zo. En dan gooien we heel gauw nu goblins ervoor. Ik ben te laat. Niet te laat. Uh, de mini Pekka switch, zeg maar, van target. En dat is nice. Dan kunnen we heel makkelijk die van hem uitschakelen. En nu is het even irritant dat hij ook een reus heeft. Of ook, ja, ook een reus heeft. Ik ga dit even zappen. Ja, die zap is duidelijk korter. Dat merk ik nu echt. Ik gooi even minions in. Ik gooi dan mini Pekka op die reus. Op die Reus, op die uh, Miner juist. En dan wachten we hier rustig. Gooi je hoge artjes voor zijn Prinses. En we staan nu lekker voor. Wij hebben meer damage gedaan dan hij. Mijn opname doet het nog. Dat is ook lekker. En we hebben nu mini push. En ik weet nu niet of een Poison spel de beste kaart was voor deze push te stoppen. Ik weet dat niet hoor. Ik weet niet of dat de beste was. We gooien denk ik nu even de Goblin Barrel daarop. Uh, ja, als we 10 elixir hebben, gooien we de Goblin Barrel. Als we 10 elixir hebben, gooien we de Goblin Barrel. We hebben natuurlijk geen verdedigingskaart. In dit deck. Dat is dus een nadeel. Maar het kan ook wel weer een voordeel zijn. Want zo vaak... Hé, hey, dat is een zap. Ik zat al te wachten. Zo vaak heb je je verdediging uh, verdedigingkaart ook niet nodig. Het is lekker tegen een Royal Giant. Maar die is nu generfd. Het is lekker tegen een Reus. Maar dan kan je ook heel gemakkelijk op andere manieren stoppen. Zoals deze manier die ik nu ga gebruiken. Zo, zo. En dan... Oh, daar hebben we geen Ice Wizard. Dat is wel even jammer voor die minions. Maar kijk hoe snel we die Reus afstoppen. Heel snel. Veel sneller dan ik had verwacht zelfs. En dat kan dus ook makkelijk zo... Dus daar heb je echt niet per se een uh, Inventator of een Tesla of een kanon voor nodig. Dat kan ook op zo'n manier. En kijk die reus van ons nog full health. Dat is lekker. Dat doet hij een mini-pack. Dat is slim van hem. Maar we kunnen die mini-pack ook nog eens uitschakelen. We staan er nu wel heel lekker voor. We staan er nu wel heel erg lekker voor. Hij gooit zijn zap. Dus deze Goblin Barrel gaat bijna zeker. Het is niet goed gegooid. Ik had hem helemaal om de toren moeten leggen. Maar deze Goblin Barrel gaat bijna zeker de toren pakken. Ja, daar is hij. En dan staan we weer gewoon lekker 1-0 voor. En, jongen, wat wil ik nou ook even zeggen? Ik was. Ik had, oh ja. Over de verdediging die er niet in zit. Er zit dus geen kanon in. Maar te, kijk, een hokwaarde kan je stoppen. Heel gemakkelijk. Met een mini Pekka. Echt heel gemakkelijk. En een reus eigenlijk ook. Dus het is op zich wel prima zo. Ehm. Um... Dit is even wat minder. Nu kan hij dit heel lekker zappen. Ik had even geen mini-packer. Die had ik net gebruikt. Dit is echt wel heel wat minder. Ik gooi even een mini-packer nu heel gauw hierin. Misschien pakt hij bijna mijn toren. Dat is totaal niet de bedoeling. Hij pakt bijna mijn toren. En nu staan we opeens weer helemaal achter, hè. Nu staan we opeens weer helemaal achter. We stonden net zo dik voor. Hij pakt gewoon met één kleine push onze hele toren. Dat is echt even jammer. We zappen dit eventjes. Zo en dan kunnen we hopelijk een beetje een push maken of iets. Ik weet het niet. We lopen nu echt wel een beetje achter. Zo, goblins hierin. Kop, mini-packer. Pak die van hem. Nice. Gooi ik hier een bel. Yes, hij gooit net zijn zap. Dat is heel lekker. Dit zap ik nog even erachteraan. Zodat we extra damage kunnen doen. Dan kunnen we zijn toren pakken? Kop, één hit. Eén hit. We maken hem af met de vuurbal. Nice, jongens. Twee potjes gewonnen. En eh, met een deck zonder enige legendary. Dat is toch best bijzonder? Voor mij dan in ieder geval. Want ik speel altijd Type Legendaries. En uh, deze kan ik zelfs nog up. Ik kan die nog naar 11. die nog naar 11. Al heb ik natuurlijk genoeg goud. Jongens, dit was dus de video. Ik denk dat jullie er wel van genoten hebben. Want jullie willen zo graag wel zien dat ik een deck speel zonder Legendaries. Nou, hier is die. En misschien is het wel een van de betere decks zonder Legendaries. Wie weet. Gebruik hem alsjeblieft een keer. En laat alsjeblieft in de comments weten hoe het deck voor jou werkt. Ik ben echt enorm benieuwd. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie allemaal in de volgende video. Tot! Dan mensen. Als de Walking Dead Season, season 3 uitkomt op de computer. Dus echt als spel. Niet als serie, maar als spel. Ga ik dat sowieso spelen? Want ik vind dat zo gaaf.